Ja, sommige. Zeg, cowboywapen, ja. Mag ik een uitnodiging? Oh, dan. No. Ja. Nee. Nee, zeker niet. Aan. Nou, komt u dan, hè? Gaan we streamen. Hallo, welkom bij het kanaal van Miss Universe 2013 uit Noord-Holland. Ja. Dat ben ik. En runner-up uit Noord-Brabant. Vandaag gaan we een make-up video doen waarin Mark laat zien hoe zijn make-up zat in 2013. Nee, we gaan commenten op een make-up video. Oh, we commenten op een make-up video. Dat kunnen we wel een keer doen. Nog beter. Oh, Nicky, je make-up zit enig, maar jammer van die enorme pants. Had Snoop Dogg ook gedaan, hè, bij Nicky. Zie je? Ja. Ja. Ah, oh, slecht, hè. Ja, of in ieder geval wat ze allemaal deden. Ik maak er ook een AIDS-video van. Oh. AIDS? Ja, ik vond het wel. AIDS-video. Niet echt iets, ja. Ah. Dat er genoeg op het nieuws komt. Ja, niet iets waar je graag uitzendt. Nee, ja, als je het hebt, oké. Ja. Waarom niet laten zien dan? Ja, oh, HIV positive.
Sharing is caring, toch? I'm not just sure about it, I'm HIV positive. Ja. I'm always HIV positive. Good card, man. Ja. No matter how hard life is, always HIV positive. Ja. En dan geeft hij het aan Kaal, heeft hij dan ook gegeven, jongen. Ja. Oh, ze hebben South Park nog voor 3 seizoenen verlengd, hè? Ja. Ja, helemaal geweldig. Ja. Ik denk dat het nieuwe seizoen van Rick en Morty nog wel even duurt. Nee, die komt binnenkort. Ja, de producer is dood, een van de producers. Ja, maar ze hebben het al afgemaakt volgens mij. Oh, dat is wel fijn. Duurt altijd zo lang bij ze, joh. Maar ze hadden voor 10 nieuwe seizoenen hadden ze getekend of zo. Ja. Ja, dan moeten ze wel afleveringen kunnen verzinnen. Deze normaal had al 3 jaar. In 2050 komt het laatste seizoen. Ja, ik denk het. Nou. Hey, Jasper, ja, komt hij dan ook meteen op Netflix, denk je? Ja, volgens mij wel. Okay. Alleen ik heb Disney Plus. Ja. Daar komt hij toch niet op? Nee. Disney Plus, nee. Disney. Jasper, haal je voor iedereen borstenballen? Nee, niet voor iedereen, jongen. Nee. En trouwens, toen jij naar mij kwam, had je ook borstenballen meegenomen. Hoppa! Echt uit een bos. Ja, echt uit een bos, ja. Altijd borstenballen. Hebben we volgende week ook borstenballen? Als jij naar mij komt, wel. Volgende week. Wat is dit nou, ja? Als je donderdag hierheen komt, wel. Oké. Okay. Nee, gewoon invriezen, Jasper. Die je nou hebt. Ja, godverdamme, dat is echt heel vies, hè. Ja, nou, dat scheelt weer euries. Hey, ik was vanochtend, was twee zalen, weet je wel. En toen had ik ook meteen gebak voor ons mama's pap gebracht en daar de koelkast gezet. Kijk, ook voor zijn vader en moeder ook gewoon, hè? Ja. Hoor. Ik gewoon... Zal JW ook gehad hebben? Nee, JW heeft niet gehad. Tuurlijk niet. Nou, ik had JW geappt. Ik zeg JW, kom je Planet, de beta van Planet Zoo spelen? Nee, passeer man, lijkt me niet zo leuk. Ik denk, nou ja, dan is het lekker uit. Wat, de beta is, lijkt me vet cool. De beta is ook echt heel vet cool. Ja. Het is echt gewoon net, het is gewoon net zoet, hè, Koen? Ja, leuk man. Ik Van wat? Planet Zoo. Ik ga hem ook. Ja, ik heb daar nooit van gehouden over die zin. Ik ga hem ook pre-orderen, denk ik. Ja, als je de Deluxe Edition pre-ordert voor 55 euro's. Kut! Dan, hij zat achter me. Dan kun je de beter. Ja, maar hij zat achter mij en ik hoorde hem nu niet. Kut. Echt zo kut als je nu niet je eigen classes meer hebt, hè? Ja, ik begrijp het. Hoezo kom je? Friendly fire staat aan, of wat? Ja. Die play altijd. Guide, we losen A. Ja, weet je, ik ben wel gewend om andere mensen van mijn team dood te schieten doen bij Rainbow Six ook. Dus. Ja, maar dan is het leuk. Nee. Vind ik wel. Als je 1 keer dood bent, dan kom je niet meer terug. We hebben A. Oh, zit er een. Waar dan? Oh, top. Ja, maar joh! Gewoon goed verdedigd hebben. Ja, lekker potje hoor. Ja? Ja. Ja, ik moet niet even inkomen. 8-2, een beetje lekker potje. Maar je hebt zeg maar levens bij dit en je moet de area's capturen dan. Ja, en nu moeten wij capturen en hun verdedigen. En als je eentje draait, Ja, als je eentje capture, dan verlengt je tijd. Okay. Ze moet of volhouden tot de tijd of doen zijn levens. En doe je best, hè, want jij speelt met mijn favoriete character. En als wij hun levens gedepleet hebben zonder iets te capturen, dan winnen we ook. Oh ja, ik wil er wel wisselen. Ik kan er nou niet meer wisselen, zeker. Nee, maakt niet uit, joh. Jawel, op start. Nee, we gaan gewoon lekker zo door, want ik ga nu niet.
Fuck. Ja, nee, ik wist het niet. Oh, maar niet uit. Ik heb het memo niet gehad. Nee, ja, ik had ook... Zit er eentje bij A, jongens. Zit er eentje bij A. De A van aardbei. Maar, aanbij. Ik wil hem... Aardbei. Maar, oh, kan... achter je. Kutzooi. Weet je hoeveel kills ik al gemaakt heb? In één. Best knap. Kut. Ben je eindelijk helemaal achter in de map. Hoezo loopt deze hier nou weer? Moet A overnemen, jongens. Ja, I am soort van busy, maar ik werd een beetje onder vuur genomen, soort van. Net zoals nu. Ik heb hem bijna. Eerste deel. Fuck! Oi. Ja, ze kwamen er bijna, was het gewoon, hè. Komen ze in één keer allemaal dat ze... Godverdomme. Telletje. Dit wapen is ook niet voor mij. Nou jongens, jammer. Dat ding, drie. Serieus? Wat? Ah, deze gaat. Oh, die had ik niet. Ik dacht dat ik het daarna had. Ja, dat was ik. Daar stond ik. Ja. Ai. Ik heb het ook best wel redelijk vaak gespeeld, maar ik heb mijn favoriete wapen nog niet gevonden bij dit spel. Oké, ik heb een Lightning en een Hellstorm klaarstaan. Oh jezus, je hebt al meer dan wij hebben. Had ik al verteld hoeveel kills ik had? Nee. Ik had dat over heel de game of? Ja, of gewoon een compleet spel doen. Serieus, gasten. Ik kijk toch best veel Dr. Disrespect, maar ik kan me zeker niet uit. Nee. Zit er weer bij je. Yo, ze zitten weer bij dingen. Kak. Ja, we zaten rechts. Ik werd links op. Je hebt me links liep. We zaten rechts. Je had helemaal niks met je. Nee, maar ze zitten allemaal binnen, man. Dat is jammer. Dat is wel een mooie jump. Ja. Ja. Vieze vuile. Natnek. Ja, dat. En zo. Ja, jezus. Dit is echt gewoon niet mijn potje. Ik ben echt heel blij als we hieruit zijn. Want hier word ik echt heel triesteloos van. Triesteloos. Woordenboek van Jasper. Ja. Ja, zoals ik al zei, ik ben echt heel blij als we hieruit zijn. Pak hem. Ja, lekker. Jezus. Dat is toch geen mug meer? Wat doe je, Jasper? Oh. Je staat stil, man. Kom aan. Ja, er zit een beest bij mij binnen, oké? Okay? Ja, er zitten hier twee beesten op A. Kut, man. De kat van mij die had de muis binnengebracht net. Op naar B. Maar hij leeft nog. Hij leeft nog. Gewoon een flinke mug binnen, gewoon een hooiwagen ding. Ja, er zijn geen muggen meer, er zijn vogels, jongen. Ik heb daarna. Ik heb daarna het potje pakken. Ja, na het potje. Als je daar toch een keer door wordt gestoken, dan. Ja, dan ga je 3 dagen in coma. Ja, met een basketbal op je nek, denk ik. Moet je wel even B defenden, want anders verliezen we hem, jongen. Ja, ja ik ben onderweg. Ik heb hem ook al door het toilet ingespoeld.
zitten gewoon op zulke stiekem plekjes te wachten. Dat is ook het kut aan deze mode. Je kunt gewoon wachten waar je moet. Nee man, ja. Dit is een van de leukste modi. Nee. Dat weet ik, maar niet. Ik bedoel, ze wachten. Zijn daar binnen! Deze map is gewoon kut. Ik ben gewoon blij als Modern Warfare er is en gewoon weer lekker ouderwets. Kut! Team Deathmatch kan doen. Deze verliezen we. Nee man, Team Deathmatch is kut. Ja, jij vindt dat kut, maar ik vind dat goed. Ja, ik vind er echt niks aan. Allemaal campers. Ja, dat zie je ook. Domination vond ik wel vet man. Speelt echt lekker weg. Dit is iets te snel voor oude mensen zoals wij, hè, Jasper. Ja. Je weet dat ik ouder ben? Ja, weet ik. Kun je nagaan. Maar jij bent nog gewoon jong gebleven, denk ik. Ja. Maar jij hebt net... Een jong van geest. Nee, jij hebt net nieuwe wielen op je rollator en wij hebben een... Ja. Oké. Ja. Het is een rollator wagentje. Zeg, zal ik voor jou eens even lekker vliegen? Hallo! Thanks for watching! Ah, lekker! Pakken. Echt waar? Waarom slaat hij me dood hier? Jezus! Waarom duurt deze map zo lang? Kut! Hoezo zitten ze nou in één keer achter? Ja. Hoezo krijg ik gewoon geen kill gemaakt? Een heel de kutpotje gewoon niet. Schiet je wel raak? Ja, maar ik schiet wel raak. Oh ja, tuurlijk. Ja, die staan ze alweer bij de deur te wachten. Het is net had ik bijna een kill en dan gebruik je die special dat je op de grond slaat en ben ik nog dood. En denk ik ben eigenlijk, ja... Come on. Echt Dirk, wat ben je aan het doen? Dirk doet de wandel vierdaagse. Ja. Kijk, ik kom elke keer, maakt niet uit waar ik naartoe wandel, ik kom zo overal tegen. Dus. Ja, maar. Ik loop alleen maar rondjes. Elk rondje is anders. Kaak! Kijk, heel keer. Kom gewoon twee tegelijkertijd tegen. Zo niet erop met deze kutmap en zo niet erop met deze kutmode. Ik kan nog niet. Ja. Freaking hell, come on. Wat gaan we cappen? Let's go, Jasper. Dirk zijn moeder gaan we cappen. Oké, ik ben bij A. Kut. Of Guus zijn moeder. Dat is ook wel een lekker ding. Let's go. Ja. Cap hem. Nog één. Acht, jongen. Ah, kut. Ja. Eén had ik hem, maar twee werd te gek. Zoals ik al zei, ik krijg een kill gemaakt hier. Let's go. Ja, ik heb er één. Yay. Had je hem? Ja. Oh, maar ik ga echt veel te veel dood. Ik heb gewoon twee nou. Ja, A moet lukken, Zou ik een tactical nuke krijgen nou of niet? Ja, vast wel. Twee kills? In één leven? Ja, in één leven. Dat moet wel. Nee, we hebben A. Lekker, okay. B. Let's go for B. Nou gaan we dood. Nou, let's go for B. Die vent loopt om. Kut. Serious? Ah. Ja, dit is... As you do the same thing. En wat is hij aan het doen? What the fuck is hij aan het doen? Paniek saai. Dan zeg je de kant loop. Weer sugar Tico. Sugar Dico. Oh. Hoezo krijg ik de hele dag meldingen van mensen die lid willen worden van Dutch Xbox One? I don't know. Hoezo krijg jij daar meldingen van meer? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af.
Maar de game modes wisselen dan elke pot of hoe is het dan? Ja, allemaal verschillende game modes. Oké. Jee. En wel een leuk klein. Even kijken, create a class, create a class, create a class. Je hebt ook echt maar heel weinig killstreaks ook, hè. Ik wil maar die Nazi killstreak heb je. Ja, het is niet veel. Ik zal ik voor jou eens even lekker of ik kan de balken. Pam pam pam. Pam pam pam. I need two more matches. Okay. Ik heb mijn klas weer aangepast, nou moet echt gewoon goed gaan. Kei goed. Kei goed. Kei goed. Kei goed. Kei goed. Kei gaaf, hè. Dat denken jullie allemaal, dat wij overal kei voor zeggen. Ja. Zeg, zal ik jou eens even keihard neuken, man? Nee. Eigenlijk alleen maar met kei goed doe ik het. Bijna nergens mee. Ja. Dat is kei irritant, als iedereen denkt. Ja, je wil maar kei zeggen. Je moet even keihard lopen schijten. Ja. Ja, dat kan keihard, kan ook nog wel, ja. Dan denk je overal kei voor zeggen, als ik kei gaaf. Ja, ja. Jongen. Mastercraft. Dat is kei Mastercraft, bedoel je? De Mastercraft. Let's go. Kei Mastercraft. Ja, zeker. Maar, wie is die kei dan? Kei. Die kei van YouTube. Ik ken geen kei. Kennen ze geen kei? Ah ja, zeg, wat jammer. Let's go. Ja. Het is weer dezelfde game mode, jongens. Dus, Oh, joepie. Jee. Ja, het is niet zo erg als je een beetje weet hoe die speelt. Weet je nog vroeger toen Call of Duty alleen Team Deathmatch had? Nee, weet ik niet. Ik speelde altijd Domination. Ja, Domination had er niet altijd in, Mark. Maar Domination is wel leuk. Nee, Domination is niet leuk. Hoezo niet? Dat het geen Team Deathmatch is. Grappen maken. Wat vonden jullie van de beta? Ik vond de beta niet, vet. Geen tijd gaat om te spelen. Ja, ik vond maar het was wel leuk, denk ik. Ik heb wel filmpjes van gezien op zich. Ja, van de beta. Weet je waarom de beta vet was? Nou? Dat het Team Deathmatch in zat. Oké. Okay. En Ground War was ook wel vet, hoor, schijnbaar. Ja, Ground War was wel humor, hoor. Ik vond het wel een beetje onoverzichtelijk, maar wel, was wel leuk. Ik heb, het duurt wel langer, dat is wel leuker op zich. Ik heb 10 potjes Team Deathmatch gedaan en dat was. Weet je wat me wel opviel bij Modern Warfare? Nee. Was dat de laadtijden extreem kort waren. Geef. Ik vind het geluid ook top, want je kan precies horen wanneer iemand achter je loopt en zo. Dat is echt goed te horen. Kut. Sound was echt top. Nee, ik word echt onder de indruk. Oh ja, ik ook, want ik heb gewoon al 3 kills in dit potje. Weet je serieus? Wat is dat het gewoon weer zo genadeloos hard is als gewoon Modern Warfare 2? Maar zo hoort het ook. Ik ben bij E, hè? Ik weet niet hoe jullie zijn. Ja, ik ben onderweg. Ik ben bij A. Kak. Ik ben niet meer bij E, hè, jongens. Ik weet niet hoe jullie zijn. Bij E? Nee. Hey. Bij de E, ja. Hey. Ik ben al een stuk verder dan jullie, jongen. Dat maakt niet uit. Oh, je hebt zeker de Season Pass. Ja. Jij speelt lekker Battlefield ineens. Een unlimited Call of Duty points heb ik. Gold card. Oh ja, tuurlijk. Jij bent een Call of Duty VIP.
shit. Dude, krijg je zo naar de AIDS van, jongen. Echt, ja. Het is, dit potje gaat al beter als de vorige, voor mij. Ja, dat wel. Nou, voor mij nog niet, hè. Zeg. Zal ik voor jou eens even lekker een frikandel bakken? Echt head-to-head, als je net de hoek omkomt bij iemand, daar heb ik echt geen snelheid niet meer voor. Dat is echt kut. Oh, ik wel. En dat was het enige waar ik goed in was. Dus. Nu kun je... Nu kun je eigenlijk net gewoon ermee stoppen, eigenlijk. Ja. Gaan we aanpakken? Ja. Ja, dat probeer ik al 10 keer. Ja, maar ik word... Ja, wat denk je dat ik mee bezig ben, hè? Ja, wat denk je dat ik mee bezig ben? Oh, fuck, direct om de hoek ook gewoon. Ja. Oh ja, komt er eerst rechts in om de hoek, denk die kan ik pakken. Nee. En dan net als ik dan denk dat die rechts in de hoek heb, komt er niet naar links in om de hoek. Dat is nog een lul. Get that push. Oh, wow. Ja, met... out of life. Thanks, oh. Mijn teammate schoot me dood. Excuse. Maakt niet uit. Ik was op iemand anders aan het schieten, maar... I know. No problem. Ja. Ja. Haha, I got fireworks when I killed him. I love it. Firework. Ah, damn. Godverdomme, ik ga dat niet meer doen. Even beter opletten. No problem. Nou, ik ben al aan het schieten en dan loopt er... Ja, ik weet niet. Ik weet niet wie zijn schild er dan is. Nou, nooit die van jou. Never! Oh, ja, never your fault. Never. Welke zouden ze gaan pakken? B. Ja, dat denk je. Ja, of... Maar hun willen... Hun denken anders. Hun denken anders. Ja, hun willen dat jij denkt dat hun eerst B gaan pakken. Maar eigenlijk komen ze via de deur naar aan. Die gozer heeft lag. Serious? Ja, tuurlijk, binnen en dan lightning strike, tuurlijk. Heb je hem? Ja, lekker. Maak geen prei. Weet je nog vroeger bij Call of Duty dat je binnen kon staan en dat je dan niet geraakt werd? Ja. Dat het alleen maar Team Deathmatch was. Oh ja, maar dat was vooral bij Team Deathmatch dus. Ja. Zijn we bravo, guys. Makkelijk tijden. Oh, damn! We did not do that. Die jongen. Toen ik eigenlijk wereldkampioen geworden was, maar ik gewoon afgestaan had, omdat ik gewoon... Niks voor deed. Ja, niks voor deed. Net als op school, weet je wel. Ja, ik kon zo veel, maar ja, moet je wel eens doen. Ja. How the hell? Die gozer is niet goed, hè. Die helemaal blauw, ik weet niet hoe die heet, maar... Peter. Peter. Serieus, nu al? Peter? Geniaal, jongen, die after-effect is iemand kill. Dat is echt leuk. Weet ik niet, ik heb ze niet gezien. Ik heb vuurwerk als ik iemand kill. Hoe heb je dat nou weer? Ja, weet ik niet. Ja! Hoe wist je nou dat ik fucking om de hoek stond? Niet. De man er niet. Nee, niet. Je liegt. We're defending Bravo. Ja. Hey. Yeah.
paar seconden dan aan de voorkant schiet en dan schiet ik altijd wel raak. I'm finishing with the Bloodthirsty. Met de Blood wat? Bloodthirsty. Wie is met de WFD zo ad schieter? Oh, Spitfire. Nee, dat is een vliegtuig. Ja, nee, dit is een Spitfire toch? Precies, ja. Die wil pakken alle man. Wat gebruiken jullie eigenlijk? Assault of? KN57. Met unicorn camo of zo. Ja. Ik zou hem ook lekker hard zetten, is ook niet irritant. Jezus. Jasper, jongen. Ik ben aan het horen of dat ik ons ook hoor, oké? Ik was gewoon aan het checken voor je. Oké. En hoor je ons? Ja, dat weet ik niet, want was heel iemand aan het doorschreeuwen. Gewoon heel irritant hoor. Dan mute je eigen mic toch even. Ja, dan mute je eigenlijk en dan sta ik weer stil en dan zul je daar weer over. Nee. Damn, sorry. Ain't no mountain high enough. Niet doen. Kut. Ja, ik was gewoon te laat of niet? Zag je dat niet? Ja, nou stoppen ze niet even, hè? Nee. Oh god. Dat zou echt nazi's kunnen zijn, jongen. Enemies contesting alpha. Nou ja, ze komen gewoon nou naar het spawn toe, dat is ook wel fijn. Ja, I need to catch something. We're taking B. Godverdomme. Mogen we ook eigenlijk een beetje over extreme onderwerpen praten op Dead Gaming, of is dat niet toegestaan? Wacht hoor, ik ben even aan het focussen. Oké. Ja, dus dat is een ja, denk ik dan. Ja. Oh, fuck! Waar de hell is die? Oh, ik heb zijn politiek teamgenoot doodgeschoten, omdat ik weer een vijand doodschoten. Nee! Kut! Fuck! Oh my god. Wow! Spray and pay, man. Holy shit. Are we having B? Nee. Why not? Ja, B. Nice. Ik had ook een teamkill door een. Dat die domme spervuur in die. Het is ook niet echt slim als iemand dat schiet is om dan doorheen te lopen, zeg maar. Ja, de. Zou je zeggen, ja. No more lives. Serious? Already? Chill, man. Jongens, ga dan gewoon naar A, jongens. I'm already with A. Ja, maar... Ik ben onderweg naar E. Ja, yeah, I'm dead. Dat was no fun. Ik kom mijn eigen lijk. Kom op, Jasper. Het is allemaal aan jou. Oh, joepie. It's all you. Ja. Houd. Ik was aan het herladen, zag je dat nou niet? Ik had er toch nog twee afgemaakt, dat was best knap. Daar zit die gozer weer. Die gozer. Maar goed, extreme onderwerpen. Mag hoor. Je kunt het eigenlijk gewoon overal over hebben. Tuurlijk, jongen. Okay. Weet je wie ik me eigenlijk echt laatst echt heel erg stoor? Nou? King Alert. Ik wil even zeggen dat het echt echt zo'n grote Mogol. Ik wil even het maakt niet uit wie het is. Als je hem afzet, krijg je heel veel views. Dus weet je, het is gewoon belangrijk dat we gewoon... Waarom moet jij lachen, je, Dirk? Ja, wat we daar toevallig vanmiddag nog over gehad hebben met Jasper. Ja. Dus daarom is het belangrijk dat we meerdere malen in video's zeggen dat het echt een hele grote kutrol is. Gewoon alleen maar voor de views. Maar het is wie? Ik ken dat allemaal niet hoor.
Ja, het is een 40-jarige, 45-jarige man. Ah, dat is, hij is halverwege 40 jaar daar ergens. Het is echt een hele grote zielige. Maar goed, wat hij dus doet, behalve zielig zijn, is dat hij... hij maakt video's over andere YouTubers, wat hun in hun privéleven doen en zo. En dan een soort Etter Boulevard over YouTubers. Maar hij mag dus op iedereen kritiek hebben. En als iemand anders over hem kritiek heeft, dan begint hij te huilen. Dus... En een paar YouTubers doen dat, die krijgen heel veel views. Dus ik denk, als ik nou dat ook gewoon doe, en gewoon zeg dat het een hele grote huilenbalk is, misschien krijgen we ook meer views. Oh ja. Ah, leuk idee. Dus bij deze wil ik even zeggen dat ik... Kut! King Alert een hele grote zielig het is. Oké, zullen we nu even gamen? Ja. Want we verliezen B weer. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik krijg heel veel views voor terug. Views is gelijk aan geld. Wat heb je liever? Heb je liever B of heb je geld? Ik heb liever B. Ik haat verliezen. Oké. Okay. Ja, ik haat King Alert. Ah, dat is mooi. Fuck! Kom hier. Oh my god. Waarom schieten ze mij? Iedereen staat hier en wie schiet ze? Altijd hetzelfde. Sorry of my life. Ik moet altijd jou hebben. Behalve met Kim. Ja. Behalve met Kim. Ah, damn! Zit er nog één op B? Oh, ja, ik ben dood, jongen. Oh, ik heb zo'n gevoel dat we dit gaan verliezen. Het komt allemaal door King Alert. We zijn nog maar 6, Dirk. Kan niks fout gaan. Oh. Nee, daarom. Look at this! Hacker. Nu staat die Spitfire ook dan, of niet? Ja. Dat is een vliegtuig, toch? Nou, op zich, ik had die net ook, maar was een welke attachments heb je erop dan? En zo even kijken. Nou, best een recoil hoor. Ik heb ja, dat had ik net ook. Ik heb een Maddox. Ja. Ja, die was fijn. Nog één match voor. Dan weet ik waar ik zit. Ja, dan weet ik in welke league ik kom. Oké, ik zit sta 40 op de league ladder, dus ik sta lekker hoog. Van welke rang dan? Werewolf 72. Werewolf 72? Ah, weet je wat het is? Er zijn gewoon 47 plekken, dus ja, ik sta nog niet helemaal onderaan. Oké, deze kan eraf, dan kan ik een optic opzetten. Oké, ik heb een elo erop. Ik heb extended max, quick draw en stock. Had je dat? Ja. Oké. Daarmee is hij een beetje doable. Ja, want ik schoot net één keer en ik vloog helemaal naar links. Ja, dat klopt. Ik heb een Maddox met een elo erop, een twee keer quick draw erop en een stokkie. Ik heb de Rampart 17. Nou, ik ga tegelijk en even de Mozu. Tegelijk even de krant lezen. Ook nog. Oh. Normaal, multitasken hè. Ja, dat is wel lekker dat ik tegenwoordig die PC ernaast heb staan. Oh, jij bent zo'n nieuwe krantlezer. Ja, zo'n hipster. Tuurlijk, jongen. Heb je Pumpkin Spice Latte ook al klaarstaan? Oh, die is wel lekker, hè? Ja. Pak wel even een wagen. Ja, Ellie vindt die ook lekker, ik snap het. Ik vind Ellie ook geen team deathmatch. Nee.
Ik weet niet of dat op Disney spellen zit. Nee, je hebt in Mario Kart ook een Domination. No. Domination. Of love. Deze week komt Mario Kart voor de mobiel uit, toch? Ja, klopt. En eind volgende week komt Call of Duty voor de mobiel ook uit. Ja, daar zit dus echt niet op te wachten. Ja, ik ben benieuwd. Je kunt ook gewoon, naar Japan gaan, dan kun je in het echt Mario Kart. Ja, klopt. Ja, yes, wanneer gaan we? Ja, volgende week zaterdag. Oh, leuk. Dit is wel een mapje voor de Spitfire, denk ik. Of nee, KNC. Ah, Spitfire. Wat hebben we? Oh, Hardpoint! Damn. Spitfire, I'm the Firestarter. Let's go, jongens. I'm Hardpoint. The Firestarter. Oké. Okay. Nou gaan we echt Hardpoint. Hardpointen. Waarom zijn we met vier... Oh, vier tegen vier. Zwaar hardpunten, joh, echt. Ja, we hebben er meer. Kijk, zo. Dit is niet meer half stok, hoor, dit. Nee. Ja! Ik had de eerste kill. Oh, dan had ik de tweede, denk ik. Oh, dan had ik niet. Ik krijg first blood, dat is Duits voor de eerste kill. Ho, 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 ho! Damn! Pak hem! Lekker! Oké, ik weet de rotation nog niet. Ja, ze noemen mij ook wel de thermometer. Kut, staan er gewoon nog één. Lekker. Schoot ik hem even door zijn bak, is voor jou. Ja, voor mij. Oh, shit! Ja. Anders had hij Markkat. Kut concussion. Ik heb de hardpoint. Nou, ik had een liedje in mijn hoofd, hè? I'm the fire starter. Kut! Echt fast reload hierop hebben, jongen. Helemaal gek. Ik moet even speed halen, speed code, waar is die? Speed and power. Oh, damn. Speed and jerk moet ik nog hebben. Godverdomme, jongen, hoeveel health heeft die gozer, joh? Waar vandaan? Van die gang of Ja, links. Rechts ook. Ja, ik respawn net. Oh, damn, die had Mark, ik had, Mark, die recht voor jouw neus stond, die had ik. lekker toch, even kijken hoor. En die drie erachter. Ja, jongen, echt. Ik kan gewoon niks beginnen met tegenwoordig. Ja, maar joh. Wat je graag willen beginnen dan, patatterie. Ja. Patatterie. Come on, guys. Lekker heel wat patat kopen. Ja. Als ik echt ooit een friet heb beginnen, noem ik hem echt gewoon de patatterie. Ja. De vette vaatdoek. De vette vaatdoek. De gouden gakbal. Ja. Hij komt via die gang. De krokante kroket. Dat is ook echt gewoon een obvious zo van, ja. Ja. Want normaal hebben we slappe kroketten. Ja. I'm hacking. Snackbar, het vette hoekie. Ja. Snackbar op, Geus. Damn, hoe wist hij dit? Oh, man. Ah, meen je deze? Hey, ja, serieus. Camper. Dat is een beetje raar in aanval. Oh, nee, dit is ook niet mijn wapen. Wil je gewoon de Maddox, Dirk? Die is wel lekker. Ja, dan moet ik weer een klas aan maken. Oké, geen idee wat dat was. Maar... Ja, deze kerk heeft ook nog een pistooltje wat hij af kan schieten. Maar lekker! Ik heb gewoon
de lucht ingeschoten. Met wie, met wie dan ben je? Ik weet niet hoe deze dude heet. Rico? Oh, nee, ja man, dan de, dat is een sensor dart. Daarmee kan je ze zien. Een soort UAV. Oké. Okay. Als je die op de muur schiet, dan zie je meteen waar ze zijn. Doei. I'm a fire starter. Ah, kut. Wat komt die... Ja. Ja, nou was jij hem te laden, hè? Stom. Vuile teringnaties. Lekker hoor, campertje. Mag ik ook gewoon? Mag ik ook gewoon? Ja, op zich, vieze kleine naties kan nog wel. Ja, maar dan maak je er een klein woord van, hè? Ja, dat is eigenlijk schattig. Ja. Kijk, guys, hebben wij de hardpoint? Nee, net wel, maar nou niet meer. Oh, lekker. Jawel, we hebben nog steeds. Ik sta ja, erbij. Oh. Maar. Ik heb gewoon 15 kills, dat is gewoon ongelooflijk. Wow, 3 man tegelijk in de hardpoint, dat was te veel. Holy moly. Gewoon, net zoveel kills als de eerste potje van elkaar opgeteld. Kut, hè, als iemand je punt onder vuur neemt. En ja, vooral als het een hard punt is. Ja. Jammer, joh. Oh. Lekker, ik kan weer gaan cirkelen. Schoot je nou op mij? Nee, sorry. Kut, dat is echt niet op te letten. Hij is dood. Ja, dankjewel. Ik kom achterlangs, Masso. Oh, damn. Wat heeft hij voor wapen, man? Nou niks meer. Ah, nee. Oh. Serieus? Het is echt één en dan dood. Eén en dan dood. Dat is in team deathmatch dan niet zo erg, maar... Hier moeten we heel pokken en teruglopen. Oh, lekker hoor. I am the fire starter. Oké, okay, deze hardpoint mogen we best hebben. Zo dus. Hey, flikker op, man. Oh, damn. Running attack script. Running attack script. Hardpoint wel leuker als controle. Ja, dan net. Hardpoint is ook nice. Ik zei dat niet nice, ik zei dat het leuker was als controle. Oké, okay, nou sorry, ik weet niet je kwaad werd meteen. Het is niet zo leuk als Team Deathmatch. Team Deathmatch is wel een beetje een beetje de Jezus van Call of Duty. Oh damn, wat had hij dan? Contested. Hoezo is hij contested? Hij lag buiten. Oh fuck. Aangezien het ja, met Team Deathmatch is toch allemaal begonnen, weet je wel. Come on guys, need to win this. Oh, als hij Engels begint te praten, dan is hij serieus. Sowieso. Oh, fuck! Achter me. Achter je. Ja, achter jou ook. Ja, oh. Let's go. Stonden elkaars vijanden achter ons. Ja, we schoten elkaar gewoon voor de clippo's. Ja. Oh, god, voor de tering. Toe. Achter jullie. Ja, ik merkte net. Come on, hey, die 30 puntjes kunnen toch niet moeilijk zijn? Holy moly. Zeg, zal ik jou vanavond even bij je hardpoint pakken? Oh, oh. Mother. Liep ik bijna van de map af. Kan ook nog, hè? Lekker wel, Jasper. Jasper's enemy is aan het pulsen. Ja, top. Oh. Ja, puls me. Oh, wow, we hebben een firestarter. Firestarter. Ja, kut hoor. Come on, guys. Firestarter. Ja. Lekker. Firestarter is gone. Weet dat ze vier hier komen. Oh, sniper, jongen! Andere site.
Oh, weer die sniper. Kut nomad, of waar ben ik? Ja, die laatste 6 puntjes kunnen toch niet zo heel moeilijk zijn? Nee. Nee, kan toch niet? Ja, ze zeggen van niet. Wie zegt dat? Ja. Oh ja. Oh, lekker killt, jongen. Het staat op 250. Oké. Okay. Ja. Dan moeten we nog even door. Heel magazijn erin schieten ofzo. Vuile vieze, vuile aids, jood. Hoezo wordt daar heel veel achterdood schoten, man? Ja, ik dacht dat we allebei de kanten in de gaten hielden, maar dat was toch niet echt. Ja, mijn bullshit meter had wel. Ja, ik weet het niet. Ja, deze is voor ons. Niet? Ah, wel dus. Daar krijgt Mark nog een copyright claim, door hij de hele tijd Firestarter weet. Firestarter. Start the fire. Ja, die mensen gewoon doen het, hè. Soms here we go, here we go. Hacking. Ah, ja. Kill ze maar, hoor. Pak me van achter, doe het. What the fuck? Klim maar gewoon erop. Serieus, 2 op dat balkon, ja. Ja, eentje kon ik er nog wel, maar 2 was een beetje te bruut. Waar gaan we hier nou weer naartoe? Gaat hij weer naar het begin zeker, of midden? Ja, ik vergeet ook nog steeds wel eens gewoon te healen, jongen. Daar ben ik zo niet gewend, nog steeds niet. Oh! Ik had wel de goede rotatie gevonden. Lekker hoor. Waarom heeft hij mij in één keer? Wow! Ik hem dan niet. 5 punten, jongens. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Nee, doen. Ja! Yippie! Ah, ik had hem bijna dood, man. Nazi's. Die pistolenpijltje, man. Niet die zit er pistolenpijltje? Ja, die zie je dan. Is dat die, Ah ja, Sparrow. Lekker. Rambo gaat ook niet als je erin gaat. Oké, tijd voor een dessert. Wat heb je op menu staan? Ossebollen. Nee, een Dario. Echt, welke smaak heb je? Kokos karamel. Rookworst? Kokos. Kokos. Rookworst. Ja, rookworst. Rookworst karamel, jongens. Ja, dat is wel. Die is nieuw. Stemmen, dat ook niet. Ja, die is nieuw. Rookworst karamel, godverdamme. Ik proef het gewoon bijna. Ja, grappig. Ja, dip jij nooit je rookworst in de karamel? Nee. Jawel, maar dat is mijn andere reden. Dat eet ik zelf niet op, zeg maar. Even kijken, hey, ik ben geplaatst in de geavanceerde divisie. Geavanceerd? Ja, en ik sta daar meteen 6e. Dus welke zei jij, Jasper, welk wapen? Maddox. Maddox? Oké, wat is dit? Superster, winnerteam deathmatch, bla bla bla. Oh, ik ben nou 23e in deze... En heb je daar een site op zitten dan? Ja, wacht, ga ik zo voor jou voorlezen. Even wacht, ik ben even een ossenbol pakken, want mijn bezoek had hij niet op. Oh, dat is een nice guy. Dus ik moet nou 2 bossenbollen per dag opeten, als moest ik weggooien. Ik sta 6e. Is goed voor mijn dieet. Even een vorkje pakken en lees ik voor. Ja. Dirk. Weet je, ik smeer allemaal chocola, man.
over mijn keukenlaar. Waarom? Net zoals ik me eigenlijk in mijn grond heb lopen vingeren. Dat is vies. Ding is rookworst karamel. Even kijken. Even kijken, create class. Ik heb er op zitten een Elo site. Elo, ja. Yeah. Ja, dan heb ik er twee keer quick draw op zitten. Dus quick draw 1 en quick draw 2. En ik heb er een stok op zitten. Oh ja. Jasper, welke skills, welke divisie skills zit jij? Want je hebt master, elite, expert, advanced en competitor. Competitor. Oké. Okay. Welke zit jij dan? Advanced. Oh, hij is weer advanced hoor. En ik kom daar binnen als 6e, dat is ook leuk hè? Ik kwam binnen als 40e, maar ik ben nu in 23e. Wauw, waar zien jullie dat? Ja, je moet eerst 5 potjes spelen voordat je geplaatst wordt. Ik heb geen idee dat ik gedaan heb. Nee, denk ik niet. Dit zijn de eerste 2 of 3. Dus. Nee. Hey, wat nee? Nou, mijn kat wou over mijn toetsenbord. Nee, die behoopt hier ook wel eens karamel. Ja. Ja. Doet hij voor jou ook levende muizen mee naar brengen? Nee, maar hij mag niet naar buiten. Nou, oh, dat scheelt ja. Mike heeft hem vernoemd naar zijn favoriete pretpark. Ja! Walibi. Nee, Efteling. Echt, Pardoes. Minus. Pardoes, lul. Lange Jan. Pardoes, Dirk, Pardoes. Oh. Hij wou hem eigenlijk Bobbaan noemen, maar ja, dat is ook zoiets. Ja. Ja, Bobbaan gaat weg. Bobbaan is al weg. Oh, is hij al weg? Ja. Het is echt heel zonde. Ja, dat is wel jammer, hè? Ja. Zeker als je weet wat er voor terugkomt. Wat komt er voor terug? Een familieachtbaan. Ja, dat vind ik nep, hè. Was dit geen familieachtbaan dan? Jawel. Maar er komt gewoon zo'n normale familieachtbaan terug. Ja. Boeit me toch allemaal niet, die achtbaan. Oh, Dirk boeit het weer niks. Ja, nou, het boeit me wel. Ik hou er niet van. Nou, Dirk, het boeit hem weer niet. Nee, ik hou er gewoon niet van, de achtbaan. Nou. Doe mij maar gewoon een broodje Inox voor 6 euro en dan ben ik blij. Zeg Dirk. Ja. Kan ik jou interesseren in een... beukje rookworst karamel? Ja, zeker. Ja. Ik heb bestaan voor alles Dirk, open. Waar wil mama's hem hebben? Dirk, volgende keer als we naar de Efteling gaan, dan vraag jij bij die Unox stand of dat is een karamel. Ja. Ik ga echt niet meer naar de Efteling. Als ik gratis naar binnen mag, oké. Flik hem wel 38 euro of zo. Ha! 38 euro voor iets wat ik al 10.000 keer heb gezien. Ja. Ja, je hebt Ellie ook al 80.000 keer gezien, maar dan zeg je ook niet tegen Ellie aan de tijd daar. Nee, maar daar betaal ik niet voor. Toch? Dat denk jij. Ja, stiekem. Ja. Ja, dat is allemaal meebreken, tje. Dat is allemaal meebreken. Ik hoop niet dat Ellie dit kijkt. Nee. Mama. We hebben weer controle, hè, boys? Nee, niet weer controle. Ja. Ik kies even een ander wapen. Ik ga dan nu met dus Spitfire, denk ik. Want die is wat beter op deze map. Heb je nou ook de Maddox? Ja. Let's go. Ik ben benieuwd, als je tegen me liegt. Dan, ik vind het echt heel fijn wapen. Ik weet waar je huis woont. Dus. En weet je waar je huis woont, jong? Ja. Ik heb nog steeds in mijn hoofd, jongen, rookworst karamel saus. Ja. Zoveel dingen kan je in je hoofd hebben, niet in je mond. Jasper, ja, zoveel dingen kan je maken? Nee, echt niet. Nou ja, waarom nog niet? Wel lekker. Ik kan wel lekker sperms maken dan. Ik heb karamel en ik heb ook. Ah, damn! Oké, guys. Oké. Ik had zijn mam vanmiddag ook gezien en zijn mam zei dat zijn pap ook gewoon de hele dag over gehad had hoe lekker sperms waren. Welke sperms? Ik had zondag zaterdag van zijn pap sperms gemaakt. Oh. Maar zelf gewoon gemarineerd is, ik bedoel je.
Ja, gewoon zelf in vocht aangekookt. Ja, doe ook even. Moet je een cola koken, jongens. Like. Damn, achter ons! Vies, achter ons! Ja, serieus. Ja, dat is vies, hè. Nee, een beetje erbij, hè. Nee, jongen. Moet gewoon ketchup, water. Ja, dat vind ik ook lekker. Maar ik bedoel, cola is ook best wel... Chilisaus, sinaasappel erin, sterrenijs. Ja. Sterrenaal, ja. Kajoenkruiden. Ah, damn! Pak hem! Lekker. Knoflook. Lekker, jongens. Bravo. Ja, wel een lekker wapentje. Ja, lekker sperp zwart op. Ja. Ah, ik maak hem een keer ook gewoon. Oké, okay, nu aan mij pakken dan. Aan bij je? Ik heb echt een hekel. Wat is... Oh, wacht! Damn! Ik vind deze niet leuk. Hoezo zijn we nou al een keer zonder life? Nee, nog helemaal niet, jongen. Nog 14. Ja, maar ik hoorde dat toch? We ja. Live. Dat je dat hoorde, ik hoorde het allemaal niet. Ik hoor alleen Jasper. Ja, maar die begint die al te horen. Oh, ik hoor alleen Jasper. De mensen willen ook altijd. De mensen willen ook niet naar stille stream kijken. Mensen willen gewoon altijd. Oh, lekker hoor. Ik had de keel, jongens. Lekker. Mensen luisteren ook graag naar mij, stuk of 6. Echt? Oh, fuck, ik ben dood. Blijkbaar ben ik grappiger zo. Oh, die grapplinghoek is kut. Nee, het niet, valt toch mee, of niet? Maar dat ik niet grappig ben, of die grapplinghoek? Die grapplinghoek. Oh, damn, ik achter ons, niet. Jongen, achter ons! Hij komt vanuit base. Ja. Oh, ik heb echt een hele grote hekel aan deze game mode. Ik voel ook gewoon dat de haat groeit gewoon. Let's go, let's go. Ik wacht om het hoekje en dan denk van, ja, nou ga ik, en dan meteen, hè. Ja. Oké, okay, hun hebben er nog 8. Kijk, daar ga ik met mijn grapplinghoek. Godverdaal, die winning, het is te ver. Waarom jongen, jij hebt er helemaal niks aan. En het mooie is, die respawnt wel snel, die grapplinghoek. Oké, hun hebben er nog 5, dat is een beetje veel. Damn, dat waren er 2. Oh. Damn. Hoe heet die? Ranulas? Ja. Dat is een ziekte die je kunt krijgen aan je anus. Oh ja. Ja, ik heb zo last van mijn ranulas. Ja. Oh. Ik kan al 3 dagen niet meer zitten door die ranulas. Ja. Je weet, als je daar last van hebt, dan moet je gewoon ranulas pakken. Let's go, guys. Ja. Weet okay. Je wie ook ranulas heeft? Nee. King Alert. Ja. Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee. Nee, maar jij moet gewoon mee. En ik ben echt blij, ja, denk ik ook. Ah, hij is een beetje de Albert Vlinder van YouTube. Oh, had je hem? Lekker. Ja, goedemiddag zeg. Ik zie het zo krom als hoepel. Ik vind het echt een hele vreemde game mode. Ah, damn. Let's get A back. Where you think I'm busy with? Lekker. Waarom krijgen we deze game mode eigenlijk zo vaak eigenlijk? Waarom is dit een ding? Omdat hij in League Play zit. Ze moeten er vanaf. Nou, er zit een League Play. Ja. Maar zitten meer game modi in League Play als alleen. Ja, 2 nog. Deze frot control shit. Damn, come on, hij zit bij B. Hij zit in het hoekje, als je binnenkomt weg. Oh, dit is echt. Voor ons team voor de rest niet. Oh, jezus. Allee, ik word er een beetje moedeloos van, hè. Allee, denk ik, word hier altijd zo moe van, hè. Ik word ook moe van dansen. Beest zijn we kwijt. Het is geen Alberto, het is Alberto. Ja, vet kut. Hoezo schiet je me dood? Damn, dude. Komt achter ons. What the fuck, achter ons? Ja, jongen.
Samson heeft ook daar een solo carrière. Smeringen. Ja, porno. Hij zit op die tank, op die tank. Waar die bobientje te grazen neemt ieder half uur. Ja, nou komt hij denk ik vanaf de zijkant, hè. Oh, hij loopt rond in ons span. Hoezo? Ging er niemand dood uit? Jezus, wij hebben echt een slecht team. Ja, dank je. Ik kan niks aan doen, ik vind het echt een hele verschrikkelijke game mode. Ja, maar dan kun je toch wel winnen? Nee, dat gaat niet als het heel verschrikkelijk is. Let's go, guys. Voor welke gaande? B. A. Ah, goede communicatie. Ik ga wel B. Ja, maar iedereen doet al meteen B. Damn. Mijn wapen, hè? Jezus, zo krom als een hoepel. Ja, jongens. Ik lig dood in B, is ook goed. Oh, dankjewel Jasper, dat je mij doodschiet. Ja, kan niks doen, jongen. Ik had die andere gast ook. Hostiles contesting Bravo. Hostile lightning strike incoming. Ja. Als ik in de hoekje sta, dan werkt dat nooit en bij een ander wel. Ik moet echt even een ander wapentje hoor, Jezus. Het is een beetje net zoals Tinder. Ja, dat is af. Bij andere mensen werkt wel, maar bij mij werkt het niet. Shit, verkeerde dingen erop zitten zeker. Op Tinder. Crap. Ze zitten bij de span. Waarom speelt niemand dit spelletje gewoon normaal? Hoe bedoel je? Ja, gewoon ergens wachten, zodat ik ze kan neerschieten. Ja. Dat is niet de normale manier, hè? Oh. Let's go. Ja, ik vind dit echt gewoon geen leuke game mode. Erger mij hier echt lomp kapot aan. Iedereen zit gewoon om het hoekje te wachten. En nou is dit ook nog eens best wel een frustrerende map ervoor. De game mode vind ik op zich wel chill, want die speelde ik in het begin best wel veel. Maar ik vind hem niet leuk. Een beetje à la Headquarters. Vond ik ook niet leuk. Ja, Hardpoint vind ik dan leuker. Speelt lekker door. Hardpoint is leuker als Control. Control vind ik echt heel erg frustrerend. Want hij werkt op mijn leven en zo. En dus, ja, dat is ook een beetje minder. Maar ja, hij zit in de rotation. Oh, ik heb verloren, dus ik zak meteen naar de 10e plaats. Dat is jammer. Oh, ik naar de 31ste. Hey, ik heb 2 kistjes, lekker hoor. Kissies. Ja. Kissies. Kissies. Hoe kun je dat zien? Zit erin, een charm voor dat ding, dat boeit me niet. Oh, waar staan die kistjes? En een death effect, lekker hoor. Van welke wapen heb ik die death effect? Ik heb één punt, maar waar kun je die... In zo'n kist, waar staan die? Links. Waar staan die kisten? Links. Links, boven waar je challenges kan doen. Market. Ja, daar zie ik, maar daar klik ik dan op. En ja, en dan ga je naar dingen, hoe heet het nou? Black Market ga je naartoe en dan ga je naar de service. Oh, ik heb geen kistjes. Oh ja, daar ja. Ja. Reserve case, ja, ik snap hem, ja. Dat moet ik hier doen. Makkelijke marker. Oh jee.
Warpaint. Yes. Hardpoint? Lekker. Warpaint had ik. Ik had weer hardpoint. Ik had een nieuwe death effects. Oh, cool, voor de Spitfire. Ha, daar komt er geld uit. Hoezo heb je death effects? Waar zit dat op? Op diverse wapens kun je een effectje hebben. Oh ja, death effects. Oh, ik heb er niks voor. Ja, sommige wapens heb je death effects. Dat is helemaal leeg. Voor mij ook. Ik heb wel een dry tears ding voor aan mijn... Aan mijn wapen te hangen als zwaar. Ja, ik heb ook een kaboom, een bommetje of zo. Oh, wat is die wapen die dude had? Die wil ik ook wel op zich. Oh, dat is deze, denk ik. De saug. Oh, dat klinkt als een of andere Duitse pornoactrice. Saug. De saug. Ja, maar hij ging er wel heel hard mee, hè? Zo'n heel dik Duits wijf. De saug. Saug, ook is de saug. Saug. Oh, dat kleintje. Ja, die ga ik nu maar even equippen. Met een extra dingetje, even kijken. Vers mekkies erop. Hoppatee. Ja, ben wel benieuwd of dat het is. Oh nee, niet alweer. Wat? Ja, blijkbaar. Nou ja. Er zit niks anders op. Ik zou het leven al niet meer zitten. Let's go, jongens. Waar is gewoon Team Deathmatch gebleven? Ja. Let's do this. We speelden Dirk en ik voeren uren. Ja, en dit ben ik nou daar al beu. ik heb Team Deathmatch ook wel eens gespeeld, hoor. Op de allereerste en zo. Dirk en ik speelden er echt in Modern Warfare 2, dus ook echt uren en uren. Oh, wat speelden wij in Modern Warfare 2 nou? Oh, Capture the Flag, want dan had ik een volledige team altijd. Toen had zelfs Frank nog geen Xbox 360. Ook al zei hij dat hij die wel had. Ook al zei hij dat hij die wel, maar die had hij niet. Ja, ja, ik heb je tijd weer om online. Wat is jouw naam dan? Ja. Nou, wij deden altijd... Wij deden altijd Capture the Flag, jongen. Op Favela. En dan was het, hadden we 1, 2 renners en 3 defenders. Ja, en dan ging je rennen, jongen. Live. Kijk hoeveel. En dan stonden we zo op, zaten we 18-0 of zo. Echt nice. Oh ja, ik weet niet wie daar schiet, maar. Wij deden al 10 deathmatch en dan stonden we al 3 om 18. Ja. Wie speelde met die fucking gare scope, jongens? Ik weet niet, iemand had een vet gyroscoop op zijn wapen zitten. Achter je. Enemies are contesting zone B. Ik weet niet, ik had wel 2 kills, dat weet ik wel. Ik heb over het algemeen geen scope. Dus... Lekker met ik heb alleen een sight altijd. Ja, echt ja. Achter ons. Ja, echt, ja. Ja, achter ons. Hij kwam maar halverwege kwam ik hem al tegen. Ik was nog niet eens bij B of ik werd al in mijn reet geschoten. Ik ook vol in mijn Ari. Als nou die Mogol niet rechts ernaast stond, had hij nog wat, hè. Jongens, dit gaat echt niet goed. Ik heb toch best wel wat kills, man. Ja, ik nog 0. Mijn wapen werkt gewoon nog niet zo lekker als ik wil. Ja hoor, doei! Ja jongen, dit is echt... Dat bedoel ik, als je dan van achter komt, is het gewoon echt... klaar. En ze doen het er gewoon om. Enemies are contesting A. Marks are contesting all zones. Ja, ik stond in B. 2,5 seconden.
Ik ben in B nu. We zitten ook gewoon, in onze spawn loops rond. Dat is gewoon zo fucking ranzig aan dit spel gewoon. Gast, er lopen allemaal gasten bij B. Ja, ik was op de trap aan het focussen. Zo, en dan hebben we nog 5-16. Ja, flikker op! Hij staat daar fucking sneaky op die trap, joh. Oei. Ik had er één en dan kwam ik een beetje rondlopen om ze een beetje uit te schakelen, maar ik ging niet horen. Ik heb ook wel niks. Dit is ook mijn laatste potje, want mijn wekker gaat om 4 uur. 4 uur, smiddags. En dan kunnen we eindelijk keer. Nee, smorgens. Team Deathmatch. Team Deathmatch, een goede Team Deathmatch. Doe met de normale modus misschien zo. Let's go. Yeah, let's go. Oké. Je gaat dood, hè? Ja, we gaan heel hard dood. Laat het helemaal nergens op. Ja. Nu al? Ik heb het gewoon niet meer. Ja hoor. We zijn zeker met de drieën. Vier zijn we. Ja, B'en zijn we alvast kwijt. Oh, ik heb zo'n hekel aan heel die control shit, hè. Komt er eentje naar B, naar boven. Ja! Daar klopt echt niks van. Ik in mijn beeld schiet hij echt voorbij en als ik de killcam zie, dan loopt hij keihard rustig. Die jongen, die daar, die loopt, die daar kan gewoon niet. Amai, hè? Ken die België grappen? Wat een spel. Wat een kut spel. Een kut modi is het gewoon. Ja, ik moet zeggen, hier vind ik hem niet heel fijn. Oh, top, wie schiet mij nou weer dood? Hardpoint, waren we wel goed in, hè? Ik snap niet dat we die niet vaker krijgen. Dit is gewoon de tempo en ik weet niet. Ja, ik snap niet dat we niet hardpoint vaker krijgen, jongen. Jezus, wat slecht. Er is wel een geliefd ook bij ons. Of gewoon capture the flag, dat vind ik dan nog wel leuker dan dit. Ja, dat is ook nog wel leuker. Maar dit gaat nu helemaal nergens over. En daar vind ik eigenlijk ook al niks, dus we kunnen nagaan. Ja, kijk bij kinderen. Het is niet veel, hè? Ja. Nee. Oh, nog een ronde van deze meuk. Oh, we pakken ze, Jasper. Nee. Hostile lightning strike targeting active. We hebben gewoon nou al een leven in. Oh, ja. Alsjeblieft. Godzakken, zeg. Ik ben blij als ik... What the fuck? Wat doet hij? What the fuck is dit? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gast, waarom hebben we iemand die het team klopt te killen? Weet ik niet, maar... Daar zit er een, jongens, daar zit er een. Ah, hij is dood. Pak hem. Ja, jongen, dit is echt... Dit zijn geen mensen, hoor. Ik had er één. Ik ben een eigen teamkiller. Ik heb de teamkiller.
Ik heb hem, lekker. Ja, ik moest wel aan. Heavy, ik had er één. Ah, die komt recht omhoog. Ja, tuurlijk. Ah, de kut, ik wou niet schieten, dan schoot ik jou dood. Ging wel heel erg hard. Ja, kwamen er niet naartoe. Deze gasten zijn goed, man. Ja. De een heet op de kop, prinses. Oh, die wordt wel ook. Ja, weet ik weet het niet, 26 om 4 gaat die. Ja, hier, doei doei. Die. Voor twee kogels ben dood, man. Nou, we. Ik nou, moet al het magazijn leeg schieten. Wat gek, hè? Ik zeg dat je voor het kijken. Later. Later.